Dames en heren, goedenavond. Eindelijk kwam hij met de lang verwachte mededeling. PvdA-leider Kok houdt het voor gezien. Ik heb heel veel plezier in mijn werk. Ik doe het graag. Het is ook eervol om het te mogen doen. Er is veel vertrouwen in de bevolking. Je merkt dat ook. En toch zegt je hoofd je dat precies die overweging die ik net aangaf doorslaggevend moet zijn. Namelijk de boodschap van morgen. De sociaal-democratische boodschap van morgen moet gepresenteerd worden door iemand die ook weer tot in een langere periode van jaren de verantwoordelijkheid kan dragen, daar invulling aan kan geven, samen met anderen. En je moet dus ook je tijd van heen gaan weten. Ja, en die beslissing maakte hij vanavond bekend in Amsterdam, waar de verzamelde Nederlandse pers is toegestroomd naar de vergadering van de partijraad. En daar is ook politiek redacteur Sven Kokkelman. Sven, goedenavond. Het moet een beetje een merkwaardige dag geweest zijn. Hè? Iedereen zit vol spanning te wachten op een mededeling waarvan iedereen ook natuurlijk de inhoud al kent. Ja, sinds een krappe week of zo was voor echt iedereen zo ongeveer wel duidelijk dat Wim Kok het voor gezien zou houden als partijleider. Geen lijsttrekker zou worden bij de komende verkiezingen en dus eigenlijk ook de actieve politiek wel vaarwel zou zeggen. Maar ja, hij moet het wel zeggen. En het kleine beetje nieuws dat er echt nog in zat vandaag, dat gaf hij eigenlijk zelf weg. Dat was dat hij vanmiddag om 3 uur pas definitief zijn handtekening onder zijn afscheidsbrief aan het partijbestuur heeft gezet. En toen was de beslissing pas echt definitief. Maar goed, het hing al lang in de lucht en het was in ieder geval vandaag in Amsterdam, maar ook op het Binnenhof in Den Haag, het gesprek van de dag. En dus was op datzelfde Binnenhof collega Joka van Eck. Ochtend vroeg op het Haagse Binnenhof. Het nieuws is al lang bekend, maar het wachten is nog op de mededeling van de man zelf. Ja, ik weet ook niet. Maar hij vindt het wel jammer dat hij weggaat. Okay, het ging juist zo lekker. Toch? Net als alle andere dagen komt Wim Kok om even voor 9 aan bij zijn werkplek op het ministerie van Algemene Zaken. Meneer Kok, netwerk NCRV, goedemorgen. Hallo. Is dat een andere dag dan andere dagen vandaag? Het is mooi weer vandaag. Ja. En we gaan vroeg naar huis vanavond. Opluchting vanavond, als u de mededeling gedaan heeft? Opluchting? Nee hoor, we hebben nog een hele lange tijd te gaan. Meneer Kok, bent u nog nieuwsgierig wat de heer Kok zal besluiten? Nee. U heeft het al van hem gehoord? Nee. Maar? Ja, dat is maar één antwoord mogelijk. Meneer de hoofdschrijver, bent u nog benieuwd wat Kok zal gaan doen? Ja, ik ben ontzettend benieuwd. Ik moet eigenlijk in Amsterdam zijn, zou je zeggen. Ja, meneer Dijkstal, heeft u nou eigenlijk al van de heer Kok zelf gehoord wat hij gaat doen? Nee. Gaat u het hier binnen vragen? Nou, ik ga het hem niet vragen. Ik begrijp dat hij het vanavond gaat zeggen. Koks beoogde opvolger, PvdA-fractievoorzitter Melkert, is natuurlijk al wel op de hoogte. Dag. Belangrijke dag voor u, meneer Melkert. Het is geen dag als alle anderen in ieder geval. Dat kan ik niet ontkennen. Nou, heeft iedereen het altijd over Melkert als de opvolger van Kok? Maar ja, er zijn ook mensen die uw naam noemen. Ja, die zijn niet goed wijs. Wilt u het nu niet of wilt u het nooit? Nee, ik heb voorlopig veel meer van Melkert te leren dan hij van mij. Dus, Pas morgen wordt van Melkert de mededeling verwacht over zijn beschikbaarheid als lijsttrekker. Maar hier in Amsterdam, op de Keizersgracht in Felix Meritus, gaat Kok vandaag zijn mededeling doen. Eerst aan het partijbestuur en dan aan de verzamelde pers. Iedereen is uren van tevoren aanwezig om vooral niets te missen. Het doet mij plezier en het schenkt mij vertrouwen dat ik in de gelegenheid ben om aan te kondigen als mijn opvolger de buitengewoon erudite en geestige cabaretier Marcel Verhek. Maar Kok zelf heeft daar ongetwijfeld heel andere gedachten over. Al wilde hij bij zijn aankomst in Amsterdam nog helemaal niets kwijt. Eerst wilde hij het bestuur van de PvdA op de hoogte stellen van zijn beslissing. Ik vind het, nu ik alles zorgvuldig op een rij heb staan, verstandiger om mij niet beschikbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap van mijn partij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Nou, hebt u van ons allemaal kunnen horen, lezen en zien wat wij van uw afgelopen jaren als minister-president vonden. Hoe zou u het kort samenvatten nog? Nou, dat wou ik eigenlijk aan u vragen. Nee, ik zei het is geen exit-interview. Komt over een jaar nog maar eens langs. Ja, Sven Kokkelman in Amsterdam. Geen exit-gesprek, zegt Kok. Dat klopt ook, want hij blijft tot na de verkiezingen. Maar is dat niet vragen om moeilijkheden? Want dan krijg je in ieder geval nog een lange tijd twee kapiteins op één schip.
Ja, je moet daar goede afspraken over maken. In ieder geval beslist het congres in december pas wie de definitieve lijsttrekker wordt. Maar het moet wel heel raar lopen, wil Ad Melkert dat niet worden. En tot die tijd is Wim Kok officieel ook nog gewoon partijleider. Dus in die periode kun je zien dat Ad Melkert zich moet gaan profileren. En soms zelfs misschien een beetje afstand moet nemen van Kok. En aan de andere kant is Kok nog de partijleider. En vanaf dat moment krijg je natuurlijk ook mogelijke problemen. Je hebt dat eerder gezien bij Elko Brinkman en Ruud Lubbers. Brinkman die met standpunten kwam over de AOW waar Lubbers het niet mee eens was. Lubbers die plotseling ging roepen dat hij op een ander ging stemmen dan op Elko Brinkman. Nou, kan ik me niet voorstellen dat Wim Kok gaat roepen dat je maar op Ella Kalsbeek of zo moet gaan stemmen. De staatssecretaris van Justitie in plaats van Ad Melkert. Maar je krijgt natuurlijk een periode dat er twee kapiteins min of meer een beetje zijn op één schip. En Melkert moet dan uiteindelijk het primaat krijgen. En dan is het maar net aan Kok hoeveel ruimte Melkert krijgt en hoe vaak Kok zich ermee zal gaan bemoeien. Sven Kokkerman in Amsterdam. Voorlopig dankjewel. In de studio Jeltje van Nieuwenhoven, Tweede Kamervoorzitter en prominent PvdA'er. Mevrouw van Nieuwenhoven, u heeft zo rond de kerst, dacht ik, als eerste gezegd: het lijkt mij beter dat Kok opstapt. Dat zou voor de partij en voor hemzelf beter zijn. Hij heeft goed naar u geluisterd. Nou, ik weet niet of ik echt de eerste was. En ik weet ook niet of Wim Kok daarvoor er al wel niet eens over nagedacht had. Maar desgevraagd heb ik toen gezegd dat het heel moeilijk is om eroverheen te komen. Dus een heleboel mensen denken dat het wel mooi genoeg is geweest. En ik heb overigens ook gezegd dat goed leiderschap eigenlijk pas inhoud krijgt als je tijdig voor de verkiezingen je weggaan bekend maakt. En ik ben zelf als partijlid wel heel blij dat Kok het ook op die manier gedaan heeft. Als ik u zo hoor praten, dan denk ik hij heeft dat interview van destijds nog eens eventjes nagelezen. U zei dat exact zo, hè? Nou, ik denk niet dat het zo gegaan is. Ik heb het gebracht tot al die adviezen waarvan Wim Kok alsmaar gezegd heeft dat hij ze onder zijn hoofdkussen legde en dat hij op een goede dag, en dat was dan vandaag, een besluit zou nemen. Dus Jeltje van Nieuwenhoven heeft ook onder het hoofdkussen van Wim Kok gelegen, als een van de velen. Heeft u er overigens nog wel eens op aangesproken, op dat welgemeende advies van destijds? Nou, in de wandeling hebben we het er wel eens over gehad. Maar dan bleef het dus inderdaad bij die opmerking van: ik heb veel adviezen en ook het jouwe gekregen en ik zal op een dag besluiten. Hij is daar eindig, in ieder geval ook tegenover mij, maar ik heb ook het gevoel tegenover de meeste andere mensen, niet zo meer deelzaam over geweest. Hij heeft dat echt in een kleine kring willen beslissen. En dat lijkt me ook heel verstandig. Ja. U heeft destijds ook weer als eerste gezegd van in datzelfde interview: als Kok weggaat, dan moet Ad Melkert het gaan worden. Nou, Melkert is nu naar voren geschoven als de nieuwe leider. En zo gaat het nou eenmaal, niet alleen bij de Partij van de Arbeid. Leden van politieke partijen hebben weliswaar formeel alles te zeggen, maar in de praktijk bitter weinig te vertellen. De manier waarop in Nederland een partijleider wordt aangewezen is in vergelijking met de andere landen niet erg democratisch. Laten we eens even gaan kijken naar een bijdrage van verslaggever Fouke de Koe. Kok gaat, Melkert komt. Het is een meisje geworden en we noemen haar Els. Bij D66 kwam Borst en ging van Mierlo. Elko Brinkman werd de ongelukkige opvolger van Ruud Lubbers. Le roi est mort, vive le roi. Dat is een beetje toch de houding die men behoort aan te nemen. En bij de VVD maakte Bolkestein plaats voor Dijkstal. De wisseling van de wacht in Den Haag verloopt ondemocratisch. De vertrekkende leider kiest zijn opvolger. De leden van de partij hebben bij die keuze vrijwel niets in te brengen. Ik wil niet opspreken. Nee. Politicoloog Philip van Praag. Ja, op dit moment gaat het in Nederland eigenlijk ondemocratisch of oligarchisch. Een hele kleine groep mensen aan de top van de partij die beslist wie de volgende lijsttrekker moet worden en de volgende politieke leider. En dat zou je moeten opengooien. Je zou die hele cultuur moeten openbreken. Zou in een partij een open discussie moeten komen wie de volgende politieke leider wordt. En de leden zouden daar uiteindelijk over moeten beslissen. Oud-PvdA-voorzitterskandidaat Bouwe Olij. Hoe zou je de manier van benoemen van Melkert omschrijven? De manier waarop dat gegaan is binnen de Partij van de Arbeid? Nou, besloten. Dat is natuurlijk niet iedereen, tot nu toe niet de hele partij bij betrokken. De benoeming zelf. Hij is nooit formeel natuurlijk niet benoemd, maar de keuze van, ja, Kok trekt zich terug en zegt van: ik vind dat Melkert de goede opvolger is. Moet dat niet veel transparanter? Moet dat niet democratischer? Dat zou natuurlijk mooi zijn als dat veel democratischer kon. Maar dan heb je dus meer kandidaten nodig. En als die er niet zijn, dan is dit de enige manier. Het is een traditie.
vooral ook binnen de Partij van de Arbeid. In 1986 haalt Joop den Uyl zijn opvolger Wim Kok zelf bij de vakbeweging vandaan. Dank je. Alle succes bij het fractievoorzitterschap hier bij de Haag. Dank je wel. Als Jacques Wallage in 1998 vertrekt, wijst Kok Ad Melkert aan als nieuwe fractievoorzitter. Ik denk dat mensen wel ongeveer weten wat ik van Melkert vind. Hij heeft 4 jaar in het kabinet bij mij gezeten, in het eerste kabinet wat mijn naam droeg. Dus een uitstekende minister, een hele goede politicus, een krachtige factor ook vanuit de PvdA inbreng. De keuze voor Melkert als partijleider moet nog worden bekrachtigd door het congres van de partij. Maar dat is slechts een formaliteit. Staan mensen in Nederland hier überhaupt bij stil en wil men zelf kiezen voor een leider? Ik denk dat de leden van politieke partijen best dit stukje invloed willen hebben. Misschien niet alle leden, maar heel veel leden vinden het toch onbevredigend dat deze zeer belangrijke keuzes, die toch bepalend zijn voor de uitstraling van de partij, voor de politieke lijn van de partij, buitenom genomen worden. En dat uiteindelijk op het congres niet eens de leden, maar de afgevaardigden van de leden eigenlijk alleen maar het besluit wat de binnenkamer is gevallen mogen goedkeuren. Dus in die zin functioneert zo'n congres nog vaak als applausmachine. En is er toch een sterke stroming onder de leden die zeggen wij willen meer zijn dan een applausmachine voor de partijtop. In veel landen om ons heen is het wel anders geregeld. Binnen de Britse Conservatieve Partij is na de verkiezingsnederlaag een machtsstrijd losgebarsten. Diverse kandidaten stelden zich beschikbaar, maar de leden bepalen wie hun nieuwe voorman wordt. Engeland is een heel mooi voorbeeld. De Conservatieve Partij, bij uitstek toch de conservatieven die weinig voor verandering zijn, zijn nu voor het eerst aan het experimenteren door de leden te laten kiezen wie de nieuwe partijleider moeten worden. Er zijn 2 kandidaten, hebben zich allebei geprofileerd en de leden mogen nu beslissen wie van de 2 het moet worden. Zouden we het in Nederland ook zo kunnen regelen? Ja, ik denk wettelijk moet dat kunnen. Die partijen, een aantal partijen moeten daarvoor wel hun statuten wijzigen. Maar dan zou het heel goed mogelijk zijn dat ook in Nederland een partijbestuur de leden voorlegt wie van de kandidaten, 2, 3, 4 kandidaten, zou de volgende partijleider moeten worden. Zit men in de top van de Partij van de Arbeid eigenlijk wel te wachten op zo'n strijd, op meerdere kandidaten, op campagnes en al dat soort dingen? Ja, kijk. In een top van een organisatie wil men natuurlijk altijd het een beetje zelf regelen. En zijn soms mensen bang voor strijd. Nou, dat vind ik ten onrechte. Maar ik denk dat gebeurt ook in de Partij van de Arbeid? Ja, natuurlijk gebeurt overal. Elke politieke partij en elke organisatie in een bedrijf, wat dan ook. Dat is altijd een beetje zo. Maar dat heeft weinig met democratische besluitvorming te maken. Nee. Dat heeft weinig met keuze die leden achterban kunnen maken. Nee, dat klopt. Maar als je... De organisatie van de Partij van de Arbeid is zodanig georganiseerd, zodanig democratisch, dat is mijn stelling, dat als er onvrede zou zijn over de kandidatuur van Melkert, dan waren er al lang mensen opgestaan, dan was er al lang onrust geweest over de gang van zaken en dan hadden we die discussie gehad. Wie is daarvoor? Dank u wel. In maart van dit jaar won Ruud Kolen de verkiezing voor het partijvoorzitterschap. Hij versloeg 3 andere kandidaten in een strijd die door het congres werd beslist. Het is goed dat er iets te kiezen viel. Dat hoort zo in een democratische partij. En zo democratisch zou het bij de opvolging van de partijleider ook moeten gaan. Uitgerekend Kolen heeft daar in het verleden voor gepleit. Ruud Kolen heeft in het verleden heel nadrukkelijk gezegd dat de manier waarop nu in Nederland en ook in de Partij van de Arbeid de opvolging van partijleiders geregeld is, oligarchisch is, niet democratisch is. En in die zin is het denk ik een uitdaging voor Ruud Kolen om op korte termijn, na de volgende verkiezingen, te gaan regelen dat de volgende keer als de Partij van de Arbeid toe is aan een leiderschapswisseling, dat dat veel democratischer geregeld is en dat de leden dan wel invloed kunnen uitoefenen en dat hun 2 of 3 kandidaten worden voorgelegd waar ze nooit kunnen kiezen. Ja, mevrouw van Nieuwenhoven, de angst voor het beeld van verdeeldheid staat echt de democratie in de weg. Vindt u dat niet treurig? Ja, als je dat zo constateert is dat treurig. Maar het gaat ook te ver om te zeggen dat het helemaal niet democratisch is. Het is natuurlijk het partijcongres wat bijna in iedere partij in Nederland dat toch op een democratische wijze probeert maar te doen. Maar vindt u niet dat het nog veel democratischer kan, zoals het bijvoorbeeld in Engeland gebeurt? Ja, eerlijk gezegd ben ik wel een beetje jaloers op hoe zelfs de conservatieve partij in Engeland in staat is om 2 kandidaten te hebben die
voor de televisie, open voor iedereen te zien, eigenlijk een inhoudelijke strijd voeren over het leiderschap. En aan het eind van het debat tegen elkaar zeggen, maar wie het ook wint, loyaal en royaal, zullen we met elkaar zorgen dat onze partij een goede verkiezingsuitslag maakt. Nou, dat is natuurlijk heel mooi als je dat kunt hebben. Ja, maar wat er in Nederland gebeurt, is dat ik Kok vanavond om de andere zin de naam van Ad Melkert hoor noemen. Dus dat is ver weg. Nou, ik denk dat Kok terecht om de anderhalve zin zegt dat hij Ad Melkert een goede kandidaat vindt voor het lijsttrekkerschap. Het is me wel opgevallen hoe iedereen, ook Ruud Kolen vandaag, heel zorgvuldig naar dat congres toe manoeuvreert in de zin van hij is kandidaat lijsttrekker. Overigens geen misverstand. Ik vind Ad Melkert op dit moment ook de beste kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Vindt u dat? Want u heeft ooit gezegd, ik vond hem weliswaar de beste fractievoorzitter, maar hij kan zo slecht tegen kritiek en hij kan al helemaal niet tegen zijn verlies. Nou, dat is op zich niet zo slecht. Er zijn niet zoveel politici die beide eigenschappen die u nu opzomt, die daar heel goed tegen kunnen in het algemeen. Dus in die zin hoeft dat niet slecht te zijn. Maar Melkert heeft natuurlijk vanaf 1986 dat hij Kamerlid is, en ik heb hem al die tijd net meegemaakt, heeft hij ook ontzettend veel geleerd. En hij weet heel goed dat je open moet staan voor kritiek. En hij weet ook heel goed dat je soms dat niet moet doen en je eigen lijn moet volgen. Wat je niet kunt leren is je imago. Ja, zijn imago is nogal saai. Dat is in de televisietijdperk is dat belangrijk. Ja. Is dat geen handicap? Ja. Nou ja, ik kan niet anders doen dan constateren dat veel mensen dat van hem zeggen. Als je hem beter kent, is het absoluut niet waar. Ja, maar daar gaat het niet, maar daar gaat het niet om. Ik denk dat hij erg zijn best moet doen om bij iedereen zo over te komen, zoals hij in ieder geval bij mij, maar ook bij een heleboel mensen op de Partij van de Arbeid overkomt. Hij kan, dat hebben we ook op het laatste congres in maart in Rotterdam gezien, wel degelijk op een goede manier naar buiten treden. Hij heeft veel gevoel voor humor en hij is wat dat betreft dat echt een... Maar dat kan op televisie nog goed verbergen. Ja, dat kan hij inderdaad goed verbergen. Maar ik denk met veel steun van ons allemaal en misschien ook wel dat het imago blijft ook gauw hangen. Hè? Als één keer iemand bedacht heeft dat je saai bent, dan neemt iedereen dat al heel gauw over. En iedereen wil vooral niet iets nieuws. Misschien moeten wij vanavond nu de trend zetten en zeggen dat Melkert niet saai is. En misschien is hij het ook gewoon wel en moeten we dat vooral ook blijven volhouden. Nou, in mijn ogen niet. Dat voor wat betreft de inhoud, de vorm, dan nu de procedure die gevolgd gaat worden. Kok heeft gezegd, ik blijf nog tot na de verkiezingen. We hadden het net al even met Sven erover. Je zou hetzelfde koningsdrama weer kunnen krijgen, zoals toen bij Lubbers gebeurde. Bent u daar niet bang voor? Nee, ik denk, laten we daar heel eerlijk in wezen, dat iedereen er veel van geleerd heeft. Ook Kok en Melkert. Dus die weten wel degelijk dat ze enerzijds elkaar de ruimte moeten geven, anderzijds veel moeten afstemmen. En dat voor zover we dat een koningsdrama moeten noemen, we moeten het ook niet overdrijven. Ik geloof niet dat dat ze elkaar lelijk voor de voeten lopen. Maar ze liepen elkaar op een gegeven moment bij een bepaald onderwerp voor de voeten. Althans, dat is achteraf heel erg gebleken. Nou, ik denk dat iedereen er veel van geleerd heeft en dat zal Kok en Melkert dus niet overkomen. Nee, daar ben ik dus echt niet bang voor. We zullen het komende jaar gaan zien. Hartelijk dank voor de toelichting. We gaan nog even terug naar Rotterdam, naar collega Sven Kokkelman, want die heeft PvdA-voorzitter Ruud Kolen naast zich staan. Ja, en Ruud Kolen, de voorzitter van de Partij van de Arbeid, was degene die brief van Wim Kok kreeg. Kom er gezellig even bij staan, midden tussen de muggen. Dan denkt die kolonne in ieder geval dat er twee bomen staan. Was u een van die mensen die tegen Wim Kok heeft gezegd, Wim, het is genoeg, je moet weg? Nee, ik heb met Wim Kok ook over gesproken, begin juli nog en 14 dagen geleden nog, over wat hij zou doen. Dat waren gesprekken waar ik als gesprekspartner optrad, maar ik heb Wim Kok alle vrijheid gelaten om zelf dat besluit te nemen. Bent u blij met zijn beslissing? Ik vind het een heel moedig en dapper besluit. Maar bent u blij met zijn beslissing? Ik vind het goed, een verstandig besluit dat hij genomen heeft. Ik ben niet blij, het is toch een soort weemoedig gevoel wat je hebt. Een premier die op de top van zijn kunnen staat, heel goed doet, om allerlei redenen toch besluit te zeggen dat hij volgend jaar er niet is. Dat geeft een soort dubbel gevoel. Dus blijheid is niet het goede woord. Nou laat u wel de zogenoemde premierbonus liggen als partij. Volgens de E1 is dat 7 zetels. Volgens Jaap Doop-Scheffer geloof ik meteen 12. Maar in ieder geval een aantal zetels die een partij altijd extra krijgt als de premier weer meedoet aan de verkiezingen. Bent u daar niet ontzettend rauwig om?
Nee, kijk, dat, je weet nooit hoe groot dat is. De premier moet het dan wel goed doen als je wil je de bonus krijgen. Dat hadden we met Wim zeker gehad. Het is een extra uitdaging om te zorgen dat je de verkiezingen goed doet. Maar we hadden dat moment toch een keer gehad. Is dit jaar niet, volgend jaar niet, dan de volgende keer. Dus je moet als partijvoorzitter zit er ook op de lange termijn denken. Je moet het onvermijdelijke niet uitstellen, zoals Wim Kok zelf zei. Dat is niet de reden om te zeggen je moet blijven. Even naar Ad Melkert, want dat wordt de nieuwe lijsttrekker. Ik bedoel, we kunnen procedureel praten tot we er bij neervallen en zeggen dat het congres nog akkoord moet gaan. Maar de kans dat dat niet gebeurt is wel heel erg klein. Een tijdje terug zei Ad Melkert in Netwerk, de Partij van de Arbeid moet weer ideologischer en linkser worden. Is dat de Partij van de Arbeid die we bij de volgende verkiezingen krijgen? Nou, ik vind ook dat de Partij van de Arbeid bij de volgende verkiezingen een heel duidelijk sociaal-democratisch profiel moet laten zien. Dat die idealen heel duidelijk over het voetlicht worden gebracht. Dat doen we. Aanstaande zaterdag hebben we een conceptprogramma. Zullen we ook in het programma een heel stevig verhaal neerzetten op dat. Maar wordt de partij linkser, ideologischer dan de afgelopen 8 jaar? Nee, niet linkser of ideologischer. We worden een duidelijk profiel. Links van het midden, sociaal-democratisch. En dat betekent dat je dat ook de kiezers laat zien. En dat je niet in eerste instantie het kabinetsbeleid als kenmerk van de partij laat zien, maar vooral ook laat zien wat je als kiezer, als partij zelf in eerste instantie wil. Ik vraag het omdat juist vandaag Ad Melkert heeft gezegd dat de zalmnorm, zeg maar dat bindmiddel van paars, extra inkomsten voor de overheid moeten naar de staatsschuld en zo en niet extra investeren, dat allemaal wat soepeler moet. Dat is voor de VVD echt vloeken in de kerk. Betekent dat de kans dat er een nieuw paars kabinet komt kleiner wordt met Ad Melkert als lijsttrekker? Nou, ik kan niet gezegd hebben dat we maar soepel met de overheidsfinanciën omgaan. Soepeler met de zalmnorm? Nee, je moet heel goede, solide financiën hebben. Ook, en daar staat de PvdA voor. Soepeler met de zalmnorm? Je moet dus de begrotingsregels, daar moet je ook creatief over willen denken. Maar nooit ten koste van een zeer solide overheidsbegroting. De zalmnorm is één norm, er zijn ook andere te bedenken. En daar moet je het in de formatie over kunnen hebben. Maar de vraag was, is de kans dan niet kleiner dat er een paars 3 komt? Want dat is voor de VVD echt onaanvaardbaar, dat weet u toch? Nee, de VVD wil ook een solide overheidsbegroting, net als de Partij van de Arbeid. En zal met ons mee willen denken over kunnen kijken of de begrotingsregels ook kunnen aanpassen aan nieuwe tijden. Ik hoop het voor u. Hartelijk dank, u moet weer naar een volgende afspraak. Sterkte met Ad Melkert als lijsttrekker. Gaat u nog een afscheidsfeestje voor Wim Kok organiseren trouwens? Sterkte heb ik niet nodig, want met Ad gaat het heel goed. Afscheid van Wim Kok doen we pas over een hele tijd. Hartelijk dank. Ja, tot zover Sven Kokkerman in Amsterdam. Mevrouw van Nieuwenhoven, we hadden het net al even over. Het profileren is al begonnen. Ad Melkert die moet straks zichzelf profileren. Die is nu al begonnen met de zalnorm. Die heeft al eerder gezegd, Wim Kok die is niet zo ideologisch bevlogen. Dus toch dat gevaar, hè? Dat gaat nu toch al beginnen. Je ziet het al aankomen. Ja, nou, ik geloof dat allemaal wel weer op een goede manier geregeld is, hoor. En dat, zoals Wim Kok vandaag ook zei, hij ook wil dat er bij een nieuw verkiezingsprogramma ook goede sociaal-democratische uitgangspunten gekozen worden. Dus ik geloof niet dat ze daar echt zo over van mening verschillen. Dus op het hoogtepunt afscheid nemen en nu aan de zijlijn blijven toekijken, denkt u? Nou, zo is het een klein beetje gebracht, maar niet nu al aan de zijlijn. Hè? Het is wel degelijk tot volgend zomer nog de minister-president van Nederland. Dus pas daarna komt die eventuele zijlijn tot aan slot, de orde. Tot slot nog eventjes gesproken over op het hoogtepunt afscheid nemen. U heeft ooit gezegd, ik weet nog niet of ik nog wel een tweede termijn wil als voorzitter van de Tweede Kamer. Weet u al of u op het hoogtepunt afscheid wil nemen? Nou, ik heb er wel eens over geaarzeld. Daar heeft u gelijk in. Nee, ik ben intussen wel tot de conclusie gekomen dat ik graag nog een volgende termijn wil. En ik zie dat ook helemaal zitten. Ook met dat Melkert als lijsttrekker, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat geeft ook wel weer een nieuw tintje daaraan. Alleen nog even afwachten hoeveel leden de Partij van de Arbeid binnensleept met Ad Melkert. Zeker. Okay, maar dat zal wel goed zijn. Laten we het hopen voor u. Hartelijk dank voor de komst naar de studio.